Leuk dat je kijkt naar Jij in de Wijk. Woensdag was het Nationale Complimentendag. We gaan op stap met Liesbeth Boelens. Zij bedacht iets om actieve bewoners uit de wijk te bedanken. Het bijzondere is dat heel veel mensen gewoon totaal uit zichzelf iets doen voor een ander. Of iets doen voor de wijk. Daar krijgen ze natuurlijk een soortement gevoel van dankbaarheid. Maar soms is het ook wel fijn om daar iets extra's voor te krijgen. Maar eerst gaan we de stad in op zoek naar mooie verhalen. Heb jij al een complimentje gegeven? Nou ja, voor mijn buurvrouw, dat is mijn oppas, dus mijn alles eigenlijk. Nou, dan neem ik mijn naaste buren, dus Henk en Veronique, complimenten van ons. Dat ze de liefste oppas en de liefste buurvrouw is van de wereld. Maar je hebt hele mooie ogen, Isabel. Dank je. Wil jij nog iemand een complimentje geven? Ik ben altijd lekker spontaan. Nee, wel voor mijn overbuurman. Ja? Wat ja. Nou, hij is een heel aardige man die groet ons altijd iedere morgen altijd als we hem tegenkomen. Die lacht altijd, is altijd positief. Ja, dat is geweldig. Ik wil mijn vriend wel een complimentje geven voordat hij vanochtend zo zachtjes het huis verliet. Waardoor mijn dochtertje bleef slapen en we lekker konden uitslapen. Ja, ik heb een heel aardige buurman en buurvrouw. En die is heel behulpzaam. Dat is een compliment. Ik heb een hele lieve buurman. Die woont zelf op nummer 6 naast mij. Dat is een ontzettend lieve buurman. Die helpt ons altijd, heel vriendelijk. Dus echt de hele buurt. Liesbeth Boelens ziet als beoordelaar van wijkbudgetten veel initiatieven langskomen. Zij bedacht een mooie manier om actieve bewoners te bedanken voor hun inzet. Wij gingen met haar mee naar een van de projecten. We zien hier weer op tafel een aantal tassen die gemaakt zijn van een reclame. Ja, je kan het noemen reclame spandoek. Ik noem ze zelf altijd banners. En dit soort reclamemateriaal zie je wel vaker door de hele stad. Dat is gemaakt van plastic. En dat hangt dan een paar weken. En in dit geval was het het reclamemateriaal van Jij Maakt de Buurt. Dat is dit logo. En dat hing aan het stadskantoor. Om reclame te maken dat mensen geld konden aanvragen bij Jij Maakt de Buurt. En toen was dat spandoek was, of banner, die periode was voorbij. Dat waren 5-6 weken. Zo van, ja, en wat doe je nou met die banner of dat spandoek? En het was een hele grote lap. En toen was mijn idee van, weet je wat, we maken er tassen van. En dat is voor mensen die iets hebben gedaan in Enschede. En waarvoor wie dan ook ze in het zonnetje wil zetten. En dan kan je zo'n tas aanvragen. En dan krijg je hem met inhoud. Iedereen die in Enschede woont, kan een initiatief hebben om zijn straat, zijn buurt, zijn wijk of zijn hele stadsdeel iets nieuws te geven, iets opnieuw te creëren, een idee te hebben. We zijn hier vandaag bij Miljata's Bouwlab. En dat is van mij, ik ben Milja. Dit is eigenlijk een klaslokaal vol met heel veel Lego. En sinds kort ook La Q. Dat is ook een bouwspeelgoed. Ik zit in een groep van mensen die een aanvraag voor een initiatief in een heel stadsdeel willen. En die vragen dan bij ons daar geld voor aan. Okay. Door de weekse dagen dan leren kinderen hier spelenderwijs eigenlijk programmeren met computergestuurde Lego. En in het weekend komen kinderen vrijbouwen. En vandaag doen ze van alles wat. Waarom vind je Lego zo leuk? Omdat het een fantasiegedeelte is waar je veel dingen in kan maken. Omdat je gewoon je eigen creaties mag maken met Lego. De sets, die kan je in elkaar zetten. En als je hem dan nog een keer wil bouwen, kan je ze uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ik vind het gewoon leuk omdat je je eigen creativiteit daarin kunt stoppen en dan kun je maken wat je wil. Nou, ik ben ooit mee begonnen toen mijn zoon bijna 4 was. En toen zag ik een hele leuke set staan en toen dacht ik, oh, ik ga hem gewoon zelf kopen. Je wordt er heel rustig van. Ik ben heel creatief, ik heb een heel druk hoofd. En met Lego dan ben je wel met iets moois aan het maken, maar hoef je het niet helemaal zelf te bedenken. Dus dat was voor mij een heel goede stimulans. Ja. En wat maak jij bijvoorbeeld? Lego Batman en Lego Ninjago. Ik maak een boomhut van Lego. De Witter van Lego Minecraft. De dierenwinkel van Lego Friends. Toen dacht ik van nou, misschien kan ik voor mezelf beginnen, want er zijn veel meer kinderen in de stad die dit leuk vinden. En toen heb ik met behulp van de wijkbudgetten een aantal iPads aan kunnen schaffen, die dus inderdaad de computer kunnen, of de Lego kunnen aansturen en dus ook filmpjes opeens konden gaan maken. Dat is...
En hoe vaak kom je hier? Dit is mijn tweede keer. Best wel weinig. Dat is mijn eerste keer. Ja? En hoe vind je het tot nu toe? Heel leuk. Als ze op Facebook zien Miljata Bouwlab, dan kunnen ze me daar een berichtje sturen. En kunnen ze ook een hoop filmpjes zien van wat we hier precies doen. Of ze kunnen op mijn website www.miljata.com alle informatie vinden hoe ze me kunnen bereiken. Junior reporter Gwen ging op stap in Stadsveld en deelde daar complimentjes uit. Hoi, ik ben Gwen en ik ben hier vanaf Stadsveld. En het is vandaag complimentendag, dus laten we gaan kijken wie er in Stadsveld een complimentje voor een ander heeft. Nou, het is vandaag complimentendag en heeft u misschien een complimentje voor iemand uit de buurt die u kent? Nou, voor jou, dat je zo netjes met je woorden hebt, dat je durft moet zeggen. Dank je wel. Ja, dat is een complimentje beneden. Bedankt. Ja. Nou, dat was een compliment voor mij. Laten we doorgaan naar de volgende. Jij loopt een kwartier fijn. Fantastisch. Bedankt. Of ik een complimentje voor iemand? Ja. Nou, wel voor jou. Okay. Ik vind dat je er heel mooi bij loopt en mooie haar hebt. Dank je wel. Ja. Ik heb ook complimentjes. Ik heb vandaag heel veel complimentjes uitgedeeld. Ja. Want ik sta voor de klas. Ik heb de leerlingen gezegd dat ze het goed deden. Het is vandaag complimentendag. En heeft u misschien een complimentje voor iemand? Nou, ik vind dat jij er leuk uitziet. Goed voor jou hoor. Nou, dat was een leuke complimentendag. Want ik heb super veel complimentjes gekregen. Hopelijk was het voor jullie ook een leuke complimentendag. Dit was Gwen vanuit Stadsveld. Doei! Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk. Dan gaan we de wijk in met wijkagent Erna. Ook weer aandacht voor het dier van de maand. Tot dan!